Met Wikiwijs maken van Kennisnet kan je zelf online lesmateriaal ontwikkelen. Dat kan van alles zijn. Een huiswerkopdracht, een les met toets, een verzameling informatiebronnen of zelfs een complete lesmethode. Deze video laat je zien hoe je met Wikiwijs je eerste les ontwikkelt. Klaar om te beginnen? Om een nieuwe les te maken kies je na het inloggen voor Nieuw arrangement. Geef als eerste de titel, later kan je deze nog wijzigen. Nu heb je je eerste arrangement aangemaakt, alleen het is nog wel een lege les. Je begint met het maken van de structuur van je les. Sleep kop 1 naar links met de linkermuistoets ingedrukt. In jouw les kan je zelf bepalen hoe de koppen worden genoemd. Onder elke kop kan je elementen zoals teksten, afbeeldingen, video's en bestanden plaatsen. Deze elementen staan rechts in je scherm. Een tekstelement geeft je de mogelijkheid om tekst in je les op te nemen, met de opmaakmogelijkheden zoals je die kent van Word. Met het element video kan je een online video tonen in je les, bijvoorbeeld van YouTube. En het element bestand stelt je in staat om een lokaal bestand, bijvoorbeeld een PDF of Word, te uploaden en beschikbaar te maken in je lesarrangement. Automatisch plaatst Wikiwijs een colofoon onderaan je les. Met Preview kan je bekijken hoe de leerling jouw arrangement zal zien. Wijzigingen kan je daarna gemakkelijk doorvoeren. Ben je helemaal tevreden over je les? Ga dan naar het tabblad Publiceren om je les online beschikbaar te maken. Daar zie je ook het webadres dat je aan je leerling kan geven of aan collega-docenten. Zo gemakkelijk is het om met Wikiwijs een online les samen te stellen. Wikiwijs biedt nog veel meer mogelijkheden. Kijk daarvoor in de handleiding. We zijn heel benieuwd wat jij met Wikiwijs gaat maken.